Voor het nieuwe jaar heeft burgemeester Gert-Jan Cats van Veenendaal diverse wensen. Ja, dat is heel ingewikkeld. We weten één ding zeker, we krijgen verkiezingen, provinciale statenverkiezingen. Maar dat is toch meer iets voor de politiek. En ik doe wel de oproep aan de samenleving, ga vooral stemmen. En ik hoop dat de oorlog vanuit Rusland snel over is. Zodat we met elkaar kunnen gaan kijken naar een vreedzame toekomst in Europa en aan de grenzen van Europa. Waardoor ook de rest van de wereld weer een economisch en een rustige vaarwater komt. Dat zijn de wensen die ik echt heb. Of het ook echt gaat gebeuren, dat blijft ingewikkeld. Maar ik hoop het van ganser harte. Heeft ook een nieuwjaarsboodschap voor de inwoners van de gemeente Veenendaal? Nou ja, dat ligt in het verlengde. Blijf vooral naar elkaar omzien, want in deze tijden waarin mensen het moeilijk hebben vanwege gestegen prijzen en energiecrisis, hebben we elkaar steun hard nodig. Omzien naar elkaar is een belangrijk element. Maar ook vier samen de feesten. Ook voor 2023 staan er weer mooie evenementen op de kalender. En het is ook belangrijk om dan met elkaar het feest te vieren, hoe moeilijk het soms ook kan zijn.